En we gaan naar cijfer 1. Cijfer 1 is niet zo heel erg moeilijk zoals jullie zien. Dus we gaan gelijk beginnen met alle kleuren 2 keer. Daar gaan we. Alle kleuren zichtbaar betekent alles over zwart. En dan gaan we 2 keer omwikkelen. 1. Draadjes eruit halen. En 2. Draadjes eruit halen. Dan staat er alleen een oranje zichtbaar. Dus geel gaat terug op het kartonnetje. Oh, dat had ik gedacht. Geel gaat terug op het kartonnetje. Rood, groen en blauw gaan terug over het kartonnetje. En oranje mag zichtbaar zijn, dus die gaat over zwart. Dan ziet het er zo uit. Als het goed is, was die maar 1 keer. Ja, 1 omwenteling. Dus 1 keer je dominante kleur. En dan hou je hem onder vast. En de tweede was alleen rood zichtbaar. Dus we brengen oranje naar voren. En rood gaat over zwart. Die brengen we naar boven. Dan ziet de 1 er vervolgens zo uit. Even goed vasthouden. Rood aan deze kant. Dan ziet hij er zo uit. Zorg dat alles netjes op een rijtje ligt. Mijn kartonnetjes door het vele gebruik een beetje gekarteld. Dus moet ik even goed doen, want hij blijft niet goed liggen. Kom geel ook even meewerken. Een beetje draaien nu vanwege het vele gebruik. Daar is die. 1 keer omwikkelen. En van je zwarte lijntje afhalen. Dan hebben we hem zo liggen. Dan zijn we aan het eind van onze cijfer. We brengen alle kleurtjes naar voren, dus rood komt er ook bij. Dan zetten we alles weer netjes op een rijtje. Dan hebben we geel, oranje, rood, groen en blauw. Ik vind dat geel, oranje, sorry, dat groen en blauw een beetje mogen opschuiven. Die liggen nu netjes naast elkaar. 1 keer omwikkelen. En daar hebben we ons cijfertje 1. Dit waren alle cijfers. Ik ga ze even laten zien. Maar kijk, ik heb hem niet uit elkaar gehaald. Dus dat is het resultaat als je hem niet uit elkaar haalt. Ga ik zo meteen regelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0. Ik kan hier 06 nummers maken voor als je kindjes op vakantie gaan. Of op schoolreisje of op het strand. Maak het op een plasticje, dan niet op een kartonnetje. Op een plasticje. De tutorial voor het armbandje kan je vinden op www.haakwerkje.nl. Ook als je even op mijn link kijkt van YouTube, Wendy Rademaker, vind je ook de tutorial. Echt heel handig. Het is goed zichtbaar. Je kan ook nog fellere neonkleurtjes gaan zoeken en dan met neonkleurtjes maken. Zodat het goed zichtbaar is als je kindje bijvoorbeeld kwijtraakt. Er komen ook nog meer tutorials over dit soort pictogrammetjes. Die ga ik ook ontwikkelen en maken. Dus probeer me te blijven volgen. Abonneer je als je het leuk vindt. En je kan echt leuke armbandjes maken als cadeautje. Of voor straks met kerst in de schoen. Dus bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende tutorial. En succes. Dag.